kreeg trombose 2 jaar geleden in 2021. Ik had eigenlijk al de hele week pijn in mijn kuit. En ik werkte toen veel thuis, want het was in de coronatijd. En ik denk, ik heb niks gedaan waardoor ik nu spierpijn in mijn kuit zou moeten krijgen. En toen zei een vriendin van mij van, hey, ik heb ook vroeger trombose gehad, ik herken dit. Ga even naar het ziekenhuis, want dit klinkt als trombose. Ik heb eerst de huisartsenpost gebeld, want het was een zaterdag. En ik had toch al een paar dagen pijn in mijn been. En ik vond het toch wel spannend nadat mijn vriendin zei van, hey, dit lijkt op wat ik heb gehad. Heb ik de huisartsenpost gebeld. Nou, die ging wat vragen stellen en die zeiden, dit lijkt niet op trombose. Neem maar paracetamol in en dan gaat de pijn wel weg. Dat was zaterdagavond en maandagmiddag had ik nog steeds pijn. En toen dacht ik, ik ga wel de huisarts bellen. Daar ben ik toen naartoe gegaan. Die heeft het onderzocht en die zei, dit lijkt niet op trombose, maar ga toch maar even naar het ziekenhuis voor een echo. Want dat moet even uit te sluiten. En daar gingen ze een echo maken en werd ook niks gevonden in eerste instantie. En toen zeiden ze van, maar waar heb je dan pijn? En toen zijn ze echt op die plek dieper gaan kijken met de echo en toen ontdekten ze een bloedpropje. Het voelde voor mij als spierpijn inderdaad, alsof ik naar de sportschool was geweest en heel flink had gesport. Maar dat had ik helemaal niet die week gedaan. Ik zit gewoon achter mijn computer de hele week. En ik denk, daar krijg ik geen spierpijn in mijn kuit van, dus dit is raar. Ik ging mijn vaste wandelingetje doen die dagen en toen sleepte mijn been ook gewoon mee en het voelde echt een weerstand. En toen dacht ik, dit is een rare pijn. Het voelt wel als spierpijn, maar een beetje onnatuurlijk wel. Toen ik de dokterspost belde, toen zeiden ze ook van, heb je een rood been, heb je een glimmend been, is het dik? Nou, dat had ik allemaal niet. Ja, ik ben door de huisarts naar de spoedeisende hulp eigenlijk gestuurd. Of ik ging eerst naar de afdeling waar een echo werd gemaakt van mijn been. Daar werd gekeken of ze iets van bloedpropjes zagen. Dat zagen ze in eerste instantie niet. Tot ik ging aanwijzen van, daar doet echt heel erg pijn op deze plek. Toen ontdekten ze een bloedpropje en ben ik naar de spoedeisende hulp gestuurd. Daar vroeg de arts ook van, gebruik je anticonceptiepil? Ik zeg, die gebruik ik. En toen zei hij van, dat zal best de boosdoener kunnen zijn van jouw trombose. Ik denk dat ik de anticonceptiepil kreeg toen ik een jaar of 15, 16 was. Nou, dat is echt al meer dan 20 jaar geleden. Dus dat weet ik eigenlijk niet meer goed of dat verteld is. Maar ik ben in de jaren wel tussendoor gestopt omdat ik dan zwanger wilde worden. En daarna ga je weer opnieuw aan de pil. En ik kan me eigenlijk niet herinneren dat het ook echt besproken is van, er is een kans dat jij trombose hiervan kan krijgen. Ik wist wel dat het in de bijsluiter bijvoorbeeld stond. Maar ik geloof niet dat mijn huisarts echt heeft gezegd van, let op, dit is een risico. Ik rook sowieso niet, nooit gedaan. Ik was nog wat te zwaar na de bevalling van mijn laatste kind. Maar niet heel veel overgewicht of zo. Dus dat niet. Ik had ook geen erfelijke factor. Of voor mijn gevoel was ik gewoon eigenlijk helemaal gezond. Tot ik opeens dan pijn in mijn been kreeg. De impact in het begin is geweest dat ik eigenlijk best wel heel veel nachtmerries heb gehad. Want ik vond het wel heel heftig dat er opeens iets in mijn lichaam zat. Wat best wel impact kan hebben op je leven. Dus ik heb niet per se dingen hoeven laten. Maar je zit wel 2 jaar vast aan een steunkous, wat ik in het begin heel lastig vond. En voor nu hoef ik die kous dan niet meer aan. Maar ik merk het nog wel dagelijks dat mijn been pijn doet. Dat mijn voet bijvoorbeeld rood wordt als ik gedoucht heb of als ik uit bed kom met warme deken op mijn benen bijvoorbeeld. Ik ging laatst wandelen en dan zat blijkbaar mijn schoen iets te strak en dan bindt je voet opeens sneller af dan normaal. Dus dan moet je halverwege even je schoen uitdoen, moet de bloedsomloop weer even op gang komen. Dus dat merk ik nog wel dagelijks, dat daar iets niet goed heeft gezeten in mijn been. Ik heb 4 maanden lang bloedverdunners moeten slikken. Ik begon met best wel zware pillen dat ik later mocht afbouwen. En daar had ik ook best wel lichamelijke klachten van. Daar werd ik vrij misselijk van. Ik had er hoofdpijn van. Je hoefde maar een klein beetje te stoten aan je lichaam en je had een enorme blauwe plek. Of een heel klein papiersneetje. Dan had je al alsof je een enorm gat in je hand had. Zoveel bloed kwam er dan al uit.
Maar dat was mijn behandeling, de pillen en de steunkous. Ja, ik hou meer rekening met mijn been, dat ik daar last van kan hebben als ik weet dat ik lang moet autorijden. Dan zorg ik sowieso dat ik de steunkous aan heb en dat ik misschien even extra stop onderweg om even te gaan lopen. Tijdens mijn werk sta ik meer op om te lopen, om echt die bloedsomloop goed op gang te houden. Ik wil ze vooral meegeven dat ze goed moeten letten op bepaalde klachten die je kan krijgen in je lichaam. Wat ik net aangaf, van ik kreeg opeens spierpijn in mijn been, terwijl ik helemaal niet had gesport bijvoorbeeld. Let goed op dat je opeens ergens pijn krijgt wat niet normaal is en dat je daar echt wel gelijk mee naar de dokter gaat. Ik vind zelf dat er bij mij te lang tijd tussen zat, tussen het moment dat ik pijn had en dat ik echt behandeld werd. Dat vrouwen daar wel goed op moeten letten, dat ze daar echt wel mee aan de bel trekken bij de arts.